Beste kijkers, goeiedag. Ja, vanochtend ja, boze donkere wolken in de regio, maar toch ook af en toe een zonnetje. Ja, en dan krijg je zo'n fraaie zonsopkomst. Deze foto is genomen door Anita de Vries uit Spijkenissen. De komende nacht is het landinwaarts rustig weer met wolkenvelden en opklaringen. Er blijft tot de meeste plaatsen droog. Misschien een spatje regen vlak langs de kust. Temperaturen 12, 13 graden landinwaarts. Een graad of 15 op de Maasvlakte. Daar ook de meeste wind, een windkracht 4 uit het westen. Ja, en dan morgen overdag lijkt het weer op dat van vandaag. Af en toe komt de zon wel tevoorschijn. maar... Lokaal kan er een bui voorkomen. Toch denk ik dat 8 van de 10 plaatsen het gewoon wel droog houden. Temperaturen gaan alweer wat verder naar beneden een graad of 18 en de wind aan zee en windkracht 5 uit het noordwesten. Ja, en met die noordwestenwind beste kijkers wordt frisse lucht aangevoerd voor komende woensdag. Dat wordt echt een belabberde dag met veel bewolking, af en toe zon, verspreid gaan er buien vallen en moet je eens kijken 16 graden. Normaal gesproken is het ruim 22 graden, dus echt gewoon te koud voor de tijd van het jaar. En dat bij een matige wind, meestal uit het noordwesten. Donderdag van het westen, uit regen. Het is niet anders, een graad of 18. De wind draait erbij naar het zuidwesten. En vrijdag en zaterdag ja, krijgen we weer zo'n open Hollands weertype. Met zon en stapelwolken. Nog wel kans op een bui. De temperatuur gaat langzaam oplopen naar zo'n 20 of 21 graden. Nou ja, het afgelopen weekend, vooral op zaterdag. Veel zonneschijn in onze regio. Zaterdag, in de middag en avond. En deze foto ja, die is genomen vanaf uh, de fietsbrug over de A16. En ja, u ziet het van die vriendelijke stapelwolken met veel blauw ertussen. Nou, maakt u weer foto's of foto's van de natuur? U kunt ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Nog een fijne dag en heel graag tot morgen.